Soms loop ik echt een gesprek uit en dan ben ik echt vet blij. Een beetje hoe iemand op je afloopt. Is hij zeker van zijn zaak? Schudt hij een goede hand? Eerste indruk gewoon eigenlijk, hoe iemand naar je toe komt lopen en hoe iemand je begroet. Ja, lachen, openstaan, altijd even opstaan als je je voorstelt aan ons. Gezichtsuitdrukking, dat zie je wel als eerst vaak. Glimlacht hij, dat scheelt ook al heel veel. Dat iemand zich gewoon even netjes voorstelt. Soms komen ook kandidaten binnenlopen en die doen je de deur open en die stappen naar binnen en die zeggen, ik heb een intake. Dus ik denk, ja, dat is hartstikke mooi, welkom, maar wie ben je? Dat komt ook nog heel vaak voor. Oogcontact en een goede handdruk. Ik zou het wel grappig vinden als iemand zo doet. Hoi, ik kom solliciteren. Jezelf even voorstellen, luid en duidelijk praten. Verzorgd eruit zien. Ja. Als iemand heel veel enthousiasme toont, positiviteit laat zien, daar word ik altijd wel heel blij van. Ja, zorg ook dat je een actieve houding hebt, dus niet achterover gaan zitten. Wat je ook heel veel ziet is dat mensen gaan vertellen en dan naar beneden kijken en naar buiten omhoog. Het kan best zenuwachtig zijn, maar probeer ons gewoon aan te kijken. Ja, vooral enthousiasme maakt indruk. Ja, ik vind het altijd, als jij niet weet met wie je het gesprek hebt. Dus er komt iemand binnen, ja, ik heb een gesprek met, het begint met M. Dat het dan een soort van lingo moet gaan worden, zeg maar. Maar als iemand bijvoorbeeld vraagt, wat zijn inderdaad 3 minpunten voor jou? En dan noem je zeg maar 3 minpunten die eigenlijk heel positief zijn. Tuurlijk, je gaat geen hele negatieve punten benoemen. Maar niet alle sociaal wenselijke antwoorden die iedereen al 100 keer heeft gehoord. Denk er gewoon echt eventjes over na van, wat zijn nou echt mijn ontwikkelpunten? Laat dan ook gewoon weten van, hoe ga ik daaraan werken? Want wij maken ook wel eens mee dat mensen met hun jas aan blijven zitten, met hun tas nog om. Ja, daar word ik dan altijd een beetje onrustig van, want dan heb ik het gevoel van, oh, je wil heel snel weer weg. Ja. Gewoon gapende mensen bij je aan tafel, want die niks kan vertellen over het bedrijf waarop ze gesolliciteerd Sorry, hebben. Sorry, ik moet even mijn telefoon opnemen. Ja, die zijn nou, mooi. Ik ben gelijk klaar trouwens. Überhaupt te laat komen, dat is gewoon no-go. Nou, je wordt er wel beoordeeld, maar het is niet dat ik het gelijk iets heel negatiefs vind. Soms solliciteer je op een functie, bijvoorbeeld de rol van accountmanager, zul je heel veel nieuwe mensen in korte tijd moeten gaan leren kennen. Als jij heel zenuwachtig bent om het feit om jezelf continu te presenteren, ja, dan denk ik dat ik dat wel bespreekbaar zou maken in het gesprek. Neem ruimte tussen luisteren en spreken. Soms ben je zo enthousiast en wil je zoveel over jezelf vertellen. Maar de recruiter heeft van tevoren ook echt wel vragen die hij aan jou wil stellen. Dus pas daarin op dat je iemand ook uit laat spreken. De recruiter zijn vraag of haar vraag af laat maken. Probeer bij de kern te blijven van de vraag. Nee, weet wat je wil gaan zeggen op bepaalde vragen. Je weet wel dat er gewoon een bepaald aantal vragen gaan komen over harde eisen en dat soort dingen. En als ik jou een vraag stel en je gaat er helemaal op uitweiden en zo. Ja, dan denk ik van, je hebt het niet voorbereid, want je vertelt lukraak wat. Probeer er ook voor jezelf een lopend gesprek van te maken. En als je iets niet begrijpt, vraag dat ook. Presenteer jezelf aan de hand van een voorwerp. Neem iets mee wat bij je past en vertel de recruiter waarom je dat hebt meegenomen. Nou ja, ik heb wel iemand gehad die totaal niet zenuwachtig was en binnenkwam en mij direct vragen stelde van, goh, wat een mooi bedrijf en hoe lang werk je hier al? Vond ik wel heel leuk. Ja, en ze is aangenomen, dus... Ja, goed. Oefend op een pitch. Pitch van 1 minuut. Het hoeft echt niet langer te zijn. Mag ook korter als je daarin kan vertellen waar je sterk in bent, waar je voor staat, wat je heel belangrijk vindt in een functie. Als je dat in 1 minuut kan vertellen, dan weten we in 1 keer wie je bent en kunnen we gewoon verder gaan over de rest en over de functie zelf.